Ik ben Jet en ik ben onderweg naar Jolante. Vandaag in Jet Set actrice en presentatrice Jolante Cabau van Kasbergen. Zij heeft bij veel van mijn vrienden een heel verleidelijk imago. Vindt ze dat zelf ook? In de lente, de zomer, de herfst en de winter, weet jij me te vinden. Jolante, welkom. Dank je. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja. We kijken in Jet Set altijd een webvideo. Ik heb er hier ook eentje voor je. Dit is toch waar je aan dacht toen je me zag lopen? Of niet? Of niet? Of niet? Hoe reageerden jouw ouders toen zij dit zagen? Ja, ze hebben natuurlijk het... Kijk, nu wordt er een stukje uitgehaald. Precies dat stukje. Maar als je het hele filmpje ziet... En ik heb hem natuurlijk ook al verteld toen ik de opnames had van hoe het filmpje in elkaar zat en waar het over ging. En dat het voor het filmfestival was en Lodewijk Krijns dit heeft geregisseerd. Gewoon een supergoed regisseur. Dus dat gewoon voor een actrice ook een eer is om met hem te werken. Dus ja, dat soort dingen, dat hoort er dan gewoon bij. Maar schrik jij zelf niet ook een beetje dat je denkt van, oh jezus, dat ben ik? Ik heb meer op het moment dat ik daar sta dat ik denk, jee, weet je wel. Want er staan natuurlijk alle mensen mee, je staat gewoon in je string. En dat is niet even 3 minuten zoals in het filmpje. Dat is gewoon een hele dag. Ja. Dus dan sta je wel zo van. En tijdens de opnames, dan schakel je over naar je karakter. En dan maakt het gewoon even niet uit. Want dan speel je iemand anders heel zelfverzekerd en zo. Maar ja, ik ben ook gewoon een meisje. En als ik daar in mijn string sta, denk ik ook, oh jee, iedereen kijkt naar me. Ziet het er wel een beetje normaal uit. Je bent gelovig opgevoed. Je bent zelf ook gelovig? Ja. Is het niet in strijd met jouw geloof? Nee, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Zo zie ik het ook niet. Ik bedoel, ik ben zo gemaakt en ik doe wat er in mijn leven gebeurt. En dat pak ik gewoon met 2 handen aan. En als ik dat leuk vind om te doen, dan doe ik dat. En ik denk dat God alleen maar trots is op mij. Maar je hebt veel jonge fans. Er zitten waarschijnlijk ook meisjes tussen die denken, oh, ik moet ook mooi of geil of er lustig uitzien om populair te zijn. Ben je dan niet een verkeerd rolmodel? Nee, dat denk ik niet. Ik zeg ook altijd in interviews, niemand is perfect. Dat ben ik ook niet. Ik ben ook onzeker over bepaalde dingen en zo. Maar ja, iedereen probeert natuurlijk zo leuk mogelijk op een foto te staan. En ik ben hoe ik eruit zie en daar doe ik mee wat ik kan doen. En als dat het resultaat is. Jolante, we sluiten Jet Set altijd af met een mop. Heb jij nog een goeie? Oké. Baby Kameeltje vraagt aan zijn vader Kameel. Papa, waarom hebben wij van die lange wimpers? Nou, zegt de papa kameel tegen zijn kleine baby kameeltje. Nou, als we door de woestijn lopen, dan beschermt dat onze ogen tegen al dat zand. Oh ja, wel slim, handig. Ja, maar papa... Maar papa, waarom wonen wij dan in Artis? Oh, leuk. Leuk, maar wel leuk. Dit was Jet Set. Tot volgende week.